Voor het eerst is er een partij die duidelijk zegt dat de gemeente niet meer moet investeren in het project Talentencampus. De SP liet donderdag weten dat het onverantwoord is om nu als gemeente 4,7 miljoen euro uit te trekken om het project rond te krijgen. En dat terwijl de partij er toch jarenlang groot voorstander van was. Je hebt gelijk als je zegt, we vinden het nog steeds een goed project. Alleen de tijden zijn wel veranderd. Toen die eerste ideeën kwamen, dat was toch in een tijd van hoogconjunctuur. En dan zou het absoluut een kans voor ons zijn en dat is het nog. Alleen blijkt nu, de tijden zijn echt veranderd in Nederland en dus ook in Os. En het is financieel echt onverantwoord om hier nog miljoenen in te blijven duwen. Het college heeft in haar voorjaarsnota aangegeven dat ze echt de miljoenen, ruim 4,5 miljoen bij elkaar schraapt. Met belastingverhogingen, met grepen in de reserve, noem maar op. En dat vinden we echt onverantwoord. Door bezuinigingen van het Rijk dreigt voor de komende jaren een structureel miljoenentekort voor de gemeente Os dat ook opgelost moet worden. Alles bij elkaar vindt de SP nu dat die 4,7 miljoen euro voor de talentencampus beter een andere bestemming kan krijgen. Dat moet je echt in de gewone basisvoorzieningen, de dingen die we in Os hebben, de zorg voor mensen, nogmaals sportverenigingen, andere culturele verenigingen, daar moet je het geld naartoe doen. En niet naar zo'n project wat nog steeds, ook los hiervan, nog steeds risico's in zich bergt. Die hele vastgoedwereld, dat is gewoon echt heel erg slecht op dit moment. Daar hebben wij niet voor gekozen. Dat is gewoon een totale ontwikkeling. En als je hier verder in doorgaat en nu weer 4,5 miljoen, ik weet niet wat volgend jaar weer is of het jaar daarop. En dan wordt zo'n project wat op zich een mooi project is, wordt een prestigeobject. En dat willen wij niet. Volgens de SP is er nog te veel onzekerheid over het doorgaan van het project. En is het voor de partners uit de vastgoedwereld ook een risico. Paul Peters is bang dat het de gemeente uiteindelijk nog meer geld gaat kosten. Daarom moet er nu een pas op de plaats worden gemaakt en is het tijd voor een herbezinning. Het is dan wel de vraag of de SP ook navolging krijgt van andere partijen in de raad. Ik hoop het wel. Kijk, het college is nu met de stand van zaken naar buiten gekomen, maar ook met hoe gaan we het afdekken. Nou, dat is nogmaals wat ik al zei, het is een graai in de reserves geweest en het is een belastingverhoging van 2% geweest. Nou ben ik niet principieel tegen belastingverhoging, maar als je die gebruikt om de basisvoorziening in onze pijl te houden, kun je daar nog over praten. Maar om zo'n project toch rond te kunnen krijgen, dan ben ik daar niet voor. En ik denk toch ook dat er andere partijen in de Osse Raad zijn die zich toch even achter de oren krabben van, moeten wij op deze manier wel verder? Lopen wij als Os niet veel te grote risico's op dit moment met dit project? En moeten we het niet eens even rustig aan gaan doen? En stoppen op deze manier. 28 juni wordt de voorjaarsnota besproken door de gemeenteraad. En dan wordt ook duidelijk of de investering van de gemeente in de talentencampus doorgaat of niet.